Als je volgend seizoen in Serie A speelt, dan ben je volgens mij de eerste speler van Indonesië aller tijden, toch? Die in de Serie A speelt. Ja, dat zou ik denken van wel, maar ik durf niet te zeggen of het wat eerder was, maar volgens mij niet. Zou vet zijn, man. Zou vet zijn. Ja, dat zijn mooie dingen. Zoals ik nu met Justin, die speelt dan in Japan ook, toch? Yes, ja. Dus hij is ook eerste daar, dus. Langzamerhand zetten we Indonesië op de kaart, met z'n allen. Zeker, zeker, zeker. En misschien heb je voor dit seizoen een assist kunnen maken of misschien zelfs een goal. Nee, goed, voor mij nog niks. Nog niet? Mijn statistieken bij het nationale elftal zijn beter. Maar ik moet ook zeggen, de vorige keer, vorige maand, was ik in Jakarta. Ja. Met de nationale team natuurlijk. En ja, ik moet zeggen, daar was eten wel. Was niet slecht. Niet, Dat was was. het heerlijk, Hij was goh. top. Ja, was top. Okay. Maar het is echt super lief, weet je, ook mijn briefjes erbij. Of het nou, ik had ook een shirt gekregen bijvoorbeeld, of een zonnebril, of chocola, weet je wel, zo. Ik had ook een hele mooie tekening gekregen. Ja, dat is natuurlijk mooi, weet je, dat je die liefde dan krijgt en dat het dan zo uitkomt. Maar ik moet wel zeggen, dat is niks vergeleken met Rafael, want die kreeg elke dag, ik denk op het moment dat hij naar beneden liep in het hotel, kreeg hij denk ik 20 tasjes in zijn hand geduwd. Hello guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Pertama, minta izin wa faizin untuk kalian semua. Mohon maaf lahir dan batin. Di obri kali ini, aku akan ajak call dengan Jay Itzes. Dia udah berapa kali obri di YouTube channelku ini. Dan kemarin, akhirnya dia udah debut di timnas saat bermain lawan Vietnam di Jakarta dan juga di Vietnam. Di pertandingan keduanya, dia bisa mencetak gol pertamanya untuk timnas Indonesia. Jadi kita akan call dia dan juga tanya kabarnya, tanya musimnya dia gimana di Italia sekarang dan juga tanya pengalaman dia di timnas Indonesia kemarin. Jadi ikutilah obriku kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And yeah, let's go. Yo, Yo, Bang Jai. Hoe gaat wacht, het? laat me even terugbellen. Ik doe even op laptop zetten, man. Is goed, geen probleem. WhatsApp. Geen probleem. Yes. Yo. Ben je nu op laptop? Nee, ja, ik probeer het, maar ik kan niet videogesprek starten op laptop. Of is het omdat je geen webcam hebt, man? Heb je webcam? Jawel, ik heb webcam, man. Ja. Maar jij bent wel op laptop. Nee, ik ben gewoon op telefoon. Oké, laat ik ook gewoon op telefoon. Ja, telefoon beter of wil je op laptop proberen? Nee, we hebben maar eens op. Oké, bro. Hoe gaat het? Ja, goed man. Ja? Met jou? Met mij gaat het ook goed, man. Mij gaat het ook goed. Waar ben je nu Waar hier? ben je nou? Nog, ik ben in Indonesië. Ik woon nu hier in Indonesië. En jij, Ja, waar ben je nu? ik ben nu in Italië. Welke stad? Stad, ja, ik woon nu net buiten Venetië, een dorpje. Ja, dus ik woon niet in Venetië zelf. Er zijn wel een paar jongens die daar wonen. Maar ja, ik had ervoor gekozen om niet te doen. Want je kan er ook niet met de auto komen. Het is echt alleen maar lopen of met bootje, weet je wel. Venetië is allemaal water. Oh ja, klopt. Dus je woont een beetje verder weg van Venetië, in de rand. Ja, zeg maar, Venetië is een eiland, zo Ja, moet je ja. eens zien. En ik hoor dan zeg maar op vasteland. Oké. En waar trainen jullie dan? Ja, ook op vasteland. Maar de wedstrijden, die zijn wel in Venetië. Dus als we dan zo'n wedstrijd hebben, dan gaan we altijd met bootje naar Venetië toe.
denk ik een minuut, een kwartiertje van het vasteland. Ja. En dan hebben we daar een wedstrijd naast het stadion. Oké. Maar kan je misschien je camera beter omdraaien? Ik ga het omdraaien. Zo? Ja, is beter. Beter zo? Ja. Zet maar vier. Had je training vandaag? Ja, ik heb ze de training gehad. Wacht toch? Prima. Je ziet er knap uit, man. Ja. Zo. Dankjewel, jij ook. Ja, we hadden vandaag training gehad. Ja? Ja. En ze hebben ook al de 2 dagen op rij gehad. Na onze wedstrijd afgelopen weekend. En nu aankomende zondag hebben we wedstrijd. Dus vandaag was een van de zwaardere trainingen zeg maar, van de week. Vandaag en morgen. Ja. We hebben nog een paar dagen voordat we de wedstrijd hebben. Dus tegen wie spelen jullie in de weekend? In het weekend spelen tegen Brescia. Brescia. In welke klassement staan ze? Op welke plek bedoel je? Ja, in welke plek? Ik denk dat ze nu 8e staan. 8 of 9 denk ik zoiets. Oké. Normaal gezien is dat ook wel een grote club. Daar heeft Balotelli ook gespeeld een paar jaar geleden. Ja. Ja, ze hebben ook Serie A gespeeld, dus. Maar jullie hebben kans om de promotie te gaan, of niet? Ja hoor. Ja toch? Ja. Die zijn derde, als het goed is. Derde? Nu staan we vierde. Of vierde. We hebben afgelopen weekend gelijk gespeeld. Mm. Maar we staan 3 punten achter nummer 2. Ja. Como. Ook met een Indonesische eigenaar bij Como. Ja, klopt. Daar is ook een coach die ook uit Indonesië is. Coach Kurniawan, als het goed is. Oh ja. Maar dat is heel goed. En wij zijn dus 3 punten achter hen. En 1 punt achter de nummer 3. En de eerste 2 promoveren die lukt. En ik wil zeggen 8 punten achter de nummer 1. Oké. Okay. 9. Dus we hebben 6 wedstrijden, alles kan gebeuren. Ja. Het is nog dicht, zeg maar, bij elkaar. Alles kan nog gebeuren. Ja, zeker. En hoe verloopt je seizoen bij Venezia? Ja, tot nu toe ups en downs gehad. Ik begon heel stevig en ik ook speelde ook alles. Ik heb 9 wedstrijden gespeeld. 7 oktober had ik bij de laatste wedstrijd gespeeld. En toen zag ik opeens dat mijn arm heel dik was. Dus had ik dan laten checken door de dokter. En dat ik een trombose in mijn linkerschouder. En trombose is eigenlijk een bloedpropje. Die vast zit eigenlijk in mijn ader. Dus het zeg maar alle aders die lichaam lopen met al dat bloed. En dan was dat een bloedpropje. Dus je moet het gewoon zo zien. Ja. Dit is zeg maar de ader is. En dan zit zeg maar gewoon zo'n propje zeg maar in dat. Dus het gevaarlijk? Zeg maar niet. Ja, het was gevaarlijk. Maar dat bloed zeg maar niet geleidelijk door mijn arm stroomde, waardoor hij dus dikker werd. Ja. Maar ja, dus dat was wel even schrik op dat moment, omdat het zo gevaarlijk is. Als ik in het ziekenhuis gaan zitten, heb ik daar 5 dagen in het ziekenhuis gelegen. Maar ik voelde me voor de rest gewoon goed, hoor. Het was niet alsof ik kantje behoort was. Daar was het niet van. Zo had ik ben heel voorzichtig daarmee. Maar het is gevaarlijk, omdat als dat dan zeg maar wegschiet, zeg maar naar een andere ader, dan kan bijvoorbeeld gaan naar mijn hersenen of naar mijn longen of naar mijn hart. Ja. En dan kan je gewoon. Dan kan het wel gewoon heel snel klaar zijn. Ja, maar dat was gelukkig niet het geval. En hoe hebben ze dat dan gefixt, zeg maar? In het ziekenhuis kreeg ik zeg maar allemaal medicatie en gingen ze me behandelen. Okay. En uiteindelijk heb ik de afgelopen maanden de bloedverdunners genomen. Alleen pillen. En die helpen dan zeg maar om het bloed dun te houden. Waardoor het zeg maar, waardoor mijn bloed makkelijk en door mijn lichaam kan stromen. Ja. En dan moesten we zeg maar timen wanneer ik die moest nemen, telkens in de avond. Omdat hiervoor
ongeveer 12 à 14 uur in jouw lichaam blijven. Maar het is natuurlijk gevaarlijk als je bijvoorbeeld een wedstrijd hebt. En ik zou zo'n pil nemen net voor de wedstrijd. En ik zou geraakt worden in mijn hoofd. Dan zou het kunnen gebeuren dat er dan een bloeduitstorting of zo ontstaat in mijn hoofd. Omdat ik die pil heb genomen. Ja, ja. Want de kans op interne bloeding is dan heel groot. Maar we hebben het gewoon telkens zo getimed. Dus ook toen ik was dat vorige maand in Jakarta was en ook in Vietnam, toen had ik die pil ook nog nemen. Oké. En, maar ik heb er voor de rest helemaal geen last van gehad of zo. Dus nu gaat het weer helemaal goed en ik hoef die pil ook niet meer te nemen. Maar ja, toen heb ik dus 3 à 4 maanden heb ik er niet gespeeld. Ja. Doordat. Nu gaat het weer gewoon zoals het hoort. Gelukkig, qua gezondheid. En met de fysieke conditie ook weer normaal? Ja, het is gewoon weer helemaal normaal. Oké, dat is goed, man. En wat is je doel voor dit seizoen als speler en ook voor het team? Bij Venetië hebben we nog 6 wedstrijden, officiële wedstrijden. En het mooiste zou natuurlijk zijn, weet je, als je promoveert naar CNA, dat is natuurlijk het mooiste. Op dit moment kijken we gewoon elke wedstrijd aan, dus je wedstrijd voor wedstrijd en zien we eigenlijk over hebben komen. Dus ja, voor mij persoonlijk is het meer fit blijven. Ik heb natuurlijk veel wedstrijden gemist. 3, 4 maanden had ik al bij. Dus, ja. Ik wil gewoon alles spelen tot het einde. En fit blijven. Dat is eigenlijk het doel. En dan daarna meteen na het seizoen naar Indonesië gaan. Ja. Om natuurlijk de andere 2 wedstrijden te spelen. Dat is een beetje het plan. Toch voor mij. Dat hoop ik. Als je volgend seizoen in Serie A speelt, dan ben je volgens mij de eerste speler van Indonesië aller tijden, toch? Die in de Serie A speelt. Ja, dat zou ik denken van wel, maar ik durf niet te zeggen of het wat eerder was, maar volgens mij niet. Zou vet zijn, man. Zou vet zijn. Ja, dat zijn mooie dingen. Zoals ik nu met Justin, die speelt dan in Japan ook, toch? Yes, ja. Dus hij is ook de eerste dag, dus langzamerhand zetten we Indonesië op de kaart met z'n allen. Zeker. Mooi, man. En, dat is de bedoeling. En misschien heb je voor dit seizoen een assist kunnen maken of misschien zelfs een goal? Nee, voor mij nog niks. Nog niet? Mijn statistieken bij het nationale elftal zijn beter. Ja, daar komen we straks op. Daar komen we straks op. Ja. Zijn beter. Nee, maar hier nog niet gescoord. Ook zelfs geen assist gegeven. Nee. Ik zit nou te denken. Nee, volgens mij niet. Misschien wel voor assist en zo, weet je wel, maar niet een daadwerkelijke assist of een goal. Oké, geen probleem. Komt nog. Komt nog, zeker, komt nog. Inshallah. Inshallah. Oké. En hoe is het spelniveau in Italië? Ja, wel goed. Ja? Ik heb natuurlijk in Nederland gespeeld hier van tevoren. Op het bovenste niveau. En ook op het tweede niveau. En ik moet zeggen, ja, wat ik kan zeggen daarover, misschien ook vergeleken met Nederlands voetbal en Italiaans voetbal. Nederlands voetbal is echt hoe zou ik dat zeggen? Echt boos op het voetballen en gedeelte. Alles met de bal, weet je wel, iedereen moet kunnen voetballen en heel veel opbouw, positiespel. En in Italië is dat ook, maar wel iets minder. Hier merk je wel meer dat het verdedigende aspect ook heel belangrijk is. In Nederland is het ook belangrijk, maar hier denk ik dat er nog een tikketje meer is. Dus ja, dat zie je terug in trainingen, dat je bijvoorbeeld linietrainingen hebt met verdedigers alleen. Ook gewoon trainingen zonder bal, dat we zonder bal gewoon getraind hebben. Ja. Moet je nagaan, dan is het gewoon ruiters verdedigen. Hoe werk je samen als linie, weet je wel. Hoe ga je samen naar voren, samen weer naar achter. De ene keer moet iemand anders uitstappen, dan weer iemand anders. En ja, dat heb ik al heel erg gemerkt. Ik heb er tot nu toe profijt van gehad, zeker weten. Ja. Dus
zou zeggen van dat is deze verschil tussen daar en hier. En qua niveau, ja. Ik moet zeggen, de teams hier, Serie B, waar ik dan speel, die ja, heel goed kunnen voetballen. Zoals Parma, Palermo, ja, Cremonese komen, weet je wel, een beetje de teams bovenin. Die, ja, proberen dan ook echt heel erg te voetballen. Maar bijvoorbeeld afgelopen weekend hadden we een wedstrijd tegen Alskoliet. En dat is een wedstrijd, dat is een team die ja, speelt een beetje onderin de Serie B, onderin Willemoord. En ja, dan merk je gewoon in je zakken iets meer in, weet je wel. Die echt heel veel, het is heel moeilijk om dat te scoren, weet je. Ja. En dan merk je zelfs de teams die onderin spelen hier, op dit niveau, die kunnen gewoon heel goed verdedigen. Ja, ja, ja. Dus ja, dat eigenlijk. Voetbalinfrastructuur, is het ook een verschil tussen misschien Nederland en Italië? Je bedoelt zeg maar ook qua faciliteiten en zo? Ja, ja, klopt. Ja, er zijn wel verschillen. Ja. Maar ik moet zeggen, bij deze is alles verschrikkelijk ook goed geregeld. Het is natuurlijk wel een andere mentaliteit, ook omdat het een ander land is. In Nederland is bijvoorbeeld, daar is echt, oké, we doen dit, weet je wel. En dan wijken in ieder geval ons plan af. En als we om 5 uur is hebben, dan hebben we om 5 uur iets, weet je wel. Dan moet iedereen daar zijn. Ja. En dan zie je bij ons team, zie je dat ook. En dat het, ja, echt gestructureerd is, weet je wel. En ja, soms kan het dan ook wel zijn, zoals in het begin van het seizoen hadden we gewoon af en toe, dat we bijvoorbeeld, ja, het schema van morgen bijvoorbeeld, bij de training, geven we dan 1 dag van tevoren. Mm. Weet je, dan is het soms lastig. Dat is nou die weer wel, maar dat had ik in het begin dus, in de voorbereiding. Dan is het lastig om dan daar mee te plannen. Weet je? Ja, ja, ja. Dus daarin is het zeker wel wat anders, want in Nederland, ik weet niet hoe bij de andere clubs was, maar de clubs waar ik heb gespeeld, daar ook veranderingen, ik krijg gewoon een maandschema. Okay. En dan zie je gewoon, oké, op die dag train je, weet je wel, zo laat, wedstrijden, et cetera. En dan kan het wel zijn dat je bijvoorbeeld een dag vrij krijgt. Maar ja, in korte lijnen was dat vanaf. Dus dat was wel eventjes aanpassen in het begin. Maar ik moet zeggen, dat was echt. Ja, alleen in de voorbereiding en daarna hebben we wel gewoon telkens week schema's gehad van doen we dit, doen we dat. Maar dat is ook zeg maar qua mensen en mentaliteit. Niet alleen binnen de club, maar gewoon naar buiten. Het is iets meer relaxed. In Nederland is het toch iets meer, ja. Discipline misschien, of? Nee, niet discipline, maar het is meer van oké, ja. Gewoon even relaxed, hier zeg maar, hoef niet alles meteen nu te doen. In Nederland is het meer van, wij zo spreken, als jij 5 dingen zou moeten doen die dag, de mensen dan, oké, 5 dingen, oké, laten die meteen snel doen, en dan hebben we dat gedaan, weet je wel, en daarna heb je gewoon vrij, en dan ga je de rest van de dag gewoon nog rustig gaan. Hier is het meer van, oké, als je 2 dingen in de ochtend gaat, oh ja, dan doe je wel 2 dingen nog in de middag, en dan ook 1 dingetje in de avond, lekker gespreid. Ja, maar zo, dus even rustig van, hoef je niet alles in 1 keer snel staat. Ja, ja, ja. Dat is een beetje, ja, die andere mentaliteit wat kan zijn. Oké. Okay. Hoe is het leven in Italië qua misschien de mensen, de cultuur, de regels, de eten? Ja, wat ik net al zei, zeg maar die mentaliteit dan. En ja, het is natuurlijk wel beter weer hier dan in Nederland, de meeste tijd van het jaar. In ieder geval, daar is een beetje bewolkt dan. Maar normaal gezien, ja, hebben we wel zon. Zeker nu ook dadelijk. Ja, eigenlijk vanaf nu tot en met september. Moet je gewoon elke dag zon hebben. Of ja, moet. Meestal is het dan gewoon zon. Ja. Dus ja, dat is wel een verschil dan. Voor de rest, vooral die met in tijd, wat ik zei, dat is echt een ander ding. En ook, niet iedereen spreekt hier Engels. Ja. Zo, bijvoorbeeld in Indonesië, dan heb je natuurlijk gewoon de moedertaal dan in Bahasa dan. En dan spreken mensen ook nog Engels. Ja. Weet je? Ook bijvoorbeeld in ons nationale team. Maar hier zijn er ook gewoon jongens geweest die bijvoorbeeld heel weinig Engels konden. Of kunnen. En zeker ook daarbuiten, als je in de supermarkt bent of over straat lopen. Ik heb dan buren en die spreken allemaal geen Engels. Maar ik kan wel gewoon Italiaans in de basis. Okay. Allee, ja, dat was ook in het begin eventjes wennen. Weet je wel, dan in het begin dan
omdat ik ook Italiaans aan het leren ben, dan is het echt zinnen aan elkaar proberen te knopen, weet je wel. Van. En dan zo gebrekkig proberen te laten overkomen. Dus mijn verstaan, zeg maar. Ja. Is het moeilijk, de taal? Italiaans? Ja en nee. Ik denk als je in het begin leert, voor mij dan, ik heb ook Spaans gehad op school, dus. En Spaans en Italiaans lijken op zich gewoon een klein beetje op elkaar. Ja. Dus daarin kon ik wel snel stappen zetten. Alleen daarna, als je zeg maar werkwoorden moet vervoegen, dan zijn er heel veel verschillende tijden. En ja, dat kan soms ook wel ingewikkeld zijn. Daar heb ik dan niet helemaal onder knie als ik eerlijk ben. Oké. En qua eten? Ja. Ik moet zeggen, het is geen. Het is geen nasi goreng, weet je wel, een zak ei, maar. Ja, het is wel gewoon. Het is wel goed hier eten. Gewoon. Ja, de club dan. En eten in een tentje dan. Dicht bij de club. Ja. We hebben altijd ontbijt, lunch. Ook avondeten. En als we onderweg zijn, krijg ik ook altijd eten. En, ja. In grote lijnen heb je eigenlijk altijd pasta. Met. Rode saus, tomaatsaus of pesto. En dan gewoon rijst, gewoon witte rijst. En ja, dan heb je meestal gewoon keuze uit bijvoorbeeld kip, of je hebt zalm, of je hebt een ander soort vis. En dan gewoon allemaal groenten, weet je wel, broccoli, bootjes, al die dingen. Ja. En dan nog een hele grote keuze uit een salade, zeg maar, die je dan zelf kan samenstellen. Dat is een beetje de grote lijn waar we altijd te eten krijgen. Ja. Maar een zeker is gewoon maar ik moet ook zeggen, de vorige keer, vorige maand, was ik in Jakarta. Ja. Met de nationale team natuurlijk. En ja, ik moet zeggen, daar was eten wel. was niet slecht. Niet, was het heerlijk. Hij was top. Ja, was top. Ja. Had echt goed gerekend. En hoe lang is je contract bij Venetië? Ik heb voor 4 jaar getekend. Het is mijn eerste jaar, dus na dit jaar nog 3 jaar. Oké, nog 3 jaar. Ja bro, ik zag toen opeens, een paar maanden geleden, voordat je Sumpa weer niet had gedaan, toen zag ik opeens jouw foto met jou en pa Eric toch hier. Handschudden zeg maar. Ja. En toen iedereen op Instagram was gewoon booming, de media en zo. Hoe ging die proces totdat je zeg maar naar Eric toch hier kon? Kijk, dat is nu alweer 6 maanden geleden, denk ik. Ja. Dat ik voor de eerste keer met meneer Toe hier had gezeten. Nou, oké, dat was natuurlijk eerst het proces helemaal van tevoren. Dat dan begon in Nederland en dan wordt er nagegaan. Oké, kom je in aanmerking daarvoor? Weet je, dan gaan ze kijken naar de roots, gaan ze kijken naar mijn familie. Gaan ze kijken van oké, wanneer zijn ze daar weggegaan? Hoe lang hebben ze daar gewoond? Nou, ze hebben natuurlijk. Altijd gewoon, dit doen we als we weggaan. En ja, dan gaan ze gewoon allemaal dingen checken. En ik denk dat, ja, dat ging op zich wel stijl. Even kijken, dat was in september dat we toen inderdaad zijn gegaan. Maar ik durf niet te zeggen, maand, weken daarvoor, zeg maar, dat we al die papieren gefixt hadden. En we moesten dan naar Indonesië toe. En dan moest ik dan naar. Allemaal ook instanties om dingen te regelen, papieren fixen, brieven fixen, Indonesisch paspoort aanvragen. En toen dan ook met meneer Toei hier gezeten. En ja, toen kwam het daar gesproken over van alles en nog wat. Hij is natuurlijk ook was natuurlijk ook eigenaar van Inter een aantal jaren geleden in Italië. Ook daar ook over gehad, over voetbal en over leven. Dus. Ja, dat was toen eigenlijk. En toen is dat balletje nog mee gaan rollen, want ik was natuurlijk in Indonesië geweest. En daarna moesten ze al die papieren op fixen die ik dus had ingevuld. Foto's en handtekeningen zetten, bla bla. En ja, toen kreeg ik eigenlijk belletje. Van dat het allemaal geregeld was. Ja, wat zou ik zeggen? November, misschien? Even kijken. Ik zou ook eigenlijk een actie een video call hebben in de tweede kamer dan, ik kan even naam geven daarvoor.
Maar samen met Nate en met Nathan. Alleen, ja, dat was toen niet meer nodig. Dus toen dacht ik denk al meteen in oké, van oké, nou is het allemaal gefixt. En het is gewoon het eerste moment is om naar Indonesië te komen om de eet af te leggen. En dat was uiteindelijk in december. Omdat, ja, ze wilde er eigenlijk wel haast achter zetten. Omdat misschien zou ik ook nog mee kunnen naar Azië Cup, weet je. Alleen, ja, ik was toch geblesseerd. Ja. Weet je, ik kon toch niet spelen. Dus zat ik niet zoveel haast achter. Dus toen hadden we in december, eind december, hadden we even vrij. Dus kerst en nieuwjaar. En toen even snel die kant op gegaan. Samen met Tom uiteindelijk ook. Die was daar ook natuurlijk. Oh, wow. En hij had toen zeg maar dat proces wat ik daarvoor had gedaan. In september had hij toen en ik had die eet. Dus ik was in mijn eentje naar die eet gegaan. Ja, dat eigenlijk toen die eet afgelegd. En ja, toen was het een paar maanden later en toen was ik bij het team. Klopt, klopt. En wat voelde je toen je de dag dat je die eet ging afleggen? Ja, het was wel spannend. Moet ik zeggen, tuurlijk, weet je. En van tevoren, het was een dag van tevoren was ik aangekomen. Het was meteen gaan slapen, omdat die volgende ochtend moest er al om 5:30 of zo, moest wel weg. Ja. Denk ik of 6:00. Ik geloof ook in ieder geval. Ik moest niet alleen die eten of ik zeg, ik moest nog andere dingen doen. Foto maken, voor paspoort en zeg maar al die gegevens invullen, al die dingen. Dus ja, en ik ging dus naar die eet, eerst met de auto natuurlijk. En toen kwamen we daar aan. Ja, er waren natuurlijk al veel camera's en journalisten. Ja. Weet je, dus dan is het ja, is wel spannend. En uiteindelijk hadden we die eet dan gedaan. Ja, met andere mensen ook, ik was niet als enige. Oké. Okay. Okay. Ja, het was met, ik wil zeggen, 3 andere mensen. Maar ja. Het was natuurlijk wel spannend en op het moment dat ik daar dan sta en je legt die eet af en ja, op dat moment drong het nog niet helemaal onder door. Ik wist natuurlijk wel waar het voor had gekozen, weet je, dat was het niet, maar op dat moment dan, en je zat meer in die focus van oké, laat dit even goed afronden en laat ik alles correct zeggen en doen wat ik moet doen. En ja, daarmee kan ik blij zijn en zeg maar hopen dat ik snel mogelijk met het nationale elftal mag spelen. Dus ja, dat was het er uiteindelijk ook uitgekomen. Ja, fast forward naar de WK-kwalificatiewedstrijd thuis in Jakarta tegen Vietnam. Wanneer kwam je in Indonesië aan en hoe was je ervaring? Even kijken, moet ik goed terugdenken. Wij speelden 15 maart, had ik nog een wedstrijd tegen Palermo. Dus 15 maart speelden wij die wedstrijd. Tegen Palermo hadden we 3-0 gewonnen, maar dat is uit. En Palermo was echt helemaal aan het zuiden. Oh, oké. Okay. En ik vloog die volgende dag. Maar wij speelden op vrijdagavond om 8:30. Toen waren we rond, dat zijn 11:00, 11:30. Ik denk 11:30 gingen we. En dan gingen we met het vliegtuig weer terug. Toen was ik uiteindelijk, omdat we niet direct door Venetië konden vliegen, moest ik naar Verona vliegen. Ik laat zeggen dat we naar de buurt vliegen, zoiets. En vanaf Verona moest ik met de bus naar Venetië. En dat is ongeveer zijn 1,5 uur, denk ik. Dus uiteindelijk was ik die dag, was ik op zaterdagochtend om 5:00, was ik pas thuis. Zo. En het was op zich niet erg, omdat ik zaterdagavond zou vliegen om 9:30 vanaf Milaan. Okay. Maar ik moest dus even slapen. Dus had ik een paar uurtjes geslapen, denk ik. Dat was denk ik om 1:00 weer wakker. Dus 5 uurtjes, denk ik, geslapen. En toen was ik zeg maar nog mijn spullen pakken. Dan moest ik natuurlijk ook mijn schoenen etcetera, moest ook allemaal in de koffer. Dus had ik die allemaal gepakt. En toen moest ik met de trein van Venetië naar Milaan. En dat is ook weer 3 uur. Zo. Of 3,5 uur. Ja. Dus dat was een hele, zeg maar die 2 dagen, vrijdag en zaterdag, was echt heel goed in reizen. Maar het was gewoon allemaal goed en ik kon in het vliegtuig stappen. En toen was het dus zaterdag was ik gegaan, de 16e. En toen kwam ik de 17e in de avond kwam ik aan, laat zeggen, 9:00 of zo, zoiets, 9:30. En toen eigenlijk direct meteen door naar, oh nee, moet ik ook bij zeggen, mijn moeder en mijn vriendin waren ook mee. Tegelijk op dezelfde vlucht ook. Ja. Dus die hadden al een hotel dichtbij die van ons.
Die had ik daar eerst afgezet en toen met een chauffeur naar het hotel van het team samen met de ja, teammanager. Dus ja, toen was ik in het hotel, bijna nacht, ik half elf, 11 uur zoiets. Dus we even geslapen, had ik nog een paar mensen ontmoet van de staff visio. En toen die volgende ochtend ontbijt en toen was eigenlijk voor de eerste keer dat ik echt iedereen zag. Ja. Of dan de meeste, want iedereen was er. Ja, vanuit daar richting de wedstrijd gewerkt eigenlijk. Was je ook met een kamergenoot of was je gewoon alleen? Ja, ik was met Ragnar. Oké, ja. Met Ragnar. Ja, maar hij kwam de volgende dag, kwam hij pas aan. En samen met Tom. Volgens mij, want hij speelde nog op zondagmiddag. Ja. Speelde hij nog. Zelf Tom en Nathan ook. Maar toen daar met Ragnar en eigenlijk heel de trip, ook in Vietnam met Ragnar samen op de kamer geweest. Dus ja, dat was wel leuk. Ja. We hebben natuurlijk ook samen gespeeld bij Goat Eagles. Ja, klopt. Ja, ik had ook samen. Ze kennen elkaar wel goed. Hij is een goede jongen. Goeie jongen. Ja. En hoe vond je van de wedstrijd tegen Vietnam? Was dat spannend? Gewoon iedereen, gewoon volle stadion in van ja. Indische supporters. Hoe voelde dat? Ja, dat was echt. Ja, moet je omschrijven. Ik kan het eigenlijk niet omschrijven. Want ja, ik ben natuurlijk 1 keer eerder in het stadion geweest. Ja. In december. Samen met Tom. Had ik gewoon zo'n rondleidingachtig. Beetje gekeken overal. Maar was natuurlijk leeg. Mm. Maar ja, toen zag je al, als hier zoveel man zit, helemaal vol. Het geluid ook wat er dan vanaf komt. Ja, dat was natuurlijk ook zo. Ja. Dus toen ging ik buiten, net voor de wedstrijd ging ik naar buiten. Ik had me al omgekleed. En naar buiten, ja. Toen was het nog niet eens vol, weet je wel. Maar toen zag je al van, wauw, het is echt speciaal. Ja. Ja, daarna ga je dan naar binnen, kleed je om, maak je klaar. Krijg je de laatste dingen te horen van de trainers allemaal. Ja, en toen gingen we dus naar buiten. En ja, dat was echt, echt speciaal. Op het moment dat ik toen daar naar buiten liep en ik zag dat het stadion helemaal vol zat. En dan staan we daar en dan zing je het volkslied. Ja, daar krijg je gewoon kippenvel van, weet je. Dat je daar staat en hoor je iedereen zo keihard meezingen. En ja, echt de trots voor het land is dat gewoon, weet je. Die passie komt er dan echt uit. Ja, en dan speel je die wedstrijd. Maar ik moet zeggen, terwijl je die wedstrijd speelt, voor mij dan ja, let je daar niet meer heel erg op. Dan is het gewoon van oké, ik ben nou hier op de voetballen, weet je, en ik heb mijn taak en ik weet wat ik moet doen. Ik speel gewoon die wedstrijd zo goed als mogelijk. Ja. Oké, dus bij eerste wedstrijd echt bij het nationale team, weet je wel, wat ik dan altijd al heb gewild. Dus ja, dat was echt heel speciaal. En dan speel je de wedstrijd natuurlijk dat je dan wint. Ja, dat is dan de kerst op de taart. En ja, na de wedstrijd. Ja, sta je dan met z'n allen en dan sta je eerst als je, nou, zijn we allemaal blij en ja. Daarna staan we dan op de middencirkel met z'n allen en dan zingen we samen met heel het stadion en ja, dat was wel echt heel speciaal. Ja, ja. Ja, dan, zeker na de wedstrijd, dan besef je iets meer van, wow, weet je, ik sta hier gewoon. En dan denk je, oh, ja, dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, weet je, dat zijn gewoon dromen. Tijdens die wedstrijd is vooral door veel support, weet je, veel geluid. Kunnen jullie met elkaar zeg maar goed communiceren? Ja, je hoort natuurlijk elkaar wel iets minder, want ja, er komt zoveel geluid vandaan. Als ja, je dan bijvoorbeeld, want ik kom recht centraal, als je dan tegen Rafael iets wil zeggen die links buiten staat, ja, dan moet ik echt, weet je, echt schreeuwen. En dan hoort hij bij misschien. Ja. Maar, ja, in grote lijnen konden we denk ik ook op een gegeven moment met elkaar communiceren. En ja, anders heb je ook af en toe bijvoorbeeld momenten dat het even spel stil ligt of je hebt een corner of vrije trap. En dan praat je ook even met elkaar. Oké, misschien kunnen we beter dit of dit doen. Weet je, of wanneer ik de bal heb, loop je daarin. Of weet je, wat heb je van mij nodig? Op zo'n momenten praat je dan. Ja, man, ik zeg vooral jou gewoon veel met die jongens communiceren tijdens de wedstrijd. Dus dat vond ik ook. Ja, mooi om te zien, weet je. Nou ja, ik denk ook
ten eerste is dat ook een beetje onderdeel van mijn spel. En ik denk ook hoe ik ben als persoon. Ik hou er ook van om mensen te helpen om me heen. En ja, maar ik weet ook in zulke wedstrijden, er zijn echt grote wedstrijden, dan heb je elkaar wel nodig en heb je, naar mijn mening, denk ik, dat je elkaar het gevoel moet geven dat je zeker niet alleen bent. En ja, dat er wat door komt dat je dan met z'n allen staat. Weet je, degene die start, maar ook degene die op de bank zitten. En ja, ik denk dat dat belangrijk is en ik denk ook dat dat een beetje mijn rol is in elk team, als je het zo mag zeggen. Om proberen met iedereen te communiceren en proberen te regelen vanuit achteruit, weet je. Dat denk ik wel belangrijk bij mijn verdediger. En ik moet zeggen, die wedstrijd hadden we alle dag goed gedaan. Denk ik, met Adi en Rido en Jussa. Veel mensen zeggen, je bent de future captain van Team La Cevenezia. Ja, dankjewel. Dat is natuurlijk mooi, dus als mensen dat zeggen. Voor nu hebben we gewoon onze aanvoelers, denk ik. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik focus wel echt totaal niet op, weet je. Ik probeer gewoon echt de jongens te helpen waar ik zie dat ze dat nodig hebben. En probeer aan te sturen vanuit achter, wat ik al zei. Dus ik probeer een beetje mijn rol te vinden ook, weet je. Je moet eigenlijk zo zien, voor mij en ook voor die andere jongens die geneutraliseerd zijn. Je komt eigenlijk in een heel nieuw team terecht. Klopt. En dan is toch altijd eventjes jouw rol vinden, weet je. Want misschien bij Venetië is het voor mij anders hoe ik moet spelen, weet je, wat er van mij verwacht wordt. En hoe wat mijn rol in het team is daar. Dat is misschien voor Ragnar ook, of voor Tom ook, weet je. Ja. Voor alle jongens. En ja, dat is natuurlijk altijd een beetje aankijken. En je hebt natuurlijk nog kort getraind met de jongens en je speelt ook nog alleen maar tot nu toe twee wedstrijden. Maar wie van de, misschien van de jongens die in de lokale competitie spelen in Indonesië, of die gewoon full Indonesië zijn, wie van hun vind je dat veel potentie heeft? Ik denk dat er wel meerdere zijn. Want je hebt natuurlijk heel veel jonge spelers en je moet ook niet vergeten, het is niet voor niks dat ze bij een nationale elftal spelen. Weet je? Ze zitten bij de beste van het land. En Indonesië is al een groot en heeft heel veel inwoners. Dus dat is sowieso één. Ik denk iedereen die erbij zit, weet je, die heeft een bepaalde kwaliteit en die zijn op een bepaald niveau dat ze het aan kunnen en het team kunnen helpen. Dus ik denk daarin wel iedereen, maar ja, ik denk, wat ik tot nu toe gezien heb ook, en ja, met wie ik dan gespeeld heb, denk ik dat Rido wel echt een goede verdediger is. En is ook echt een leider vanuit achter. Ik heb echt genoten om met hem samen te spelen. De afgelopen twee wedstrijden ook te trainen. Dus sowieso met hem. En ja, hij is ook echt heel sterk in de verdediging, maar hij durft ook gewoon te voetballen. Dus dat vind ik mooi om te zien. En hij is ook nog maar een paar jong. Hij is nog 22 als ik het goed heb. En ja, het is ook niet voor niks dat hij ook aanvoerder was tegen Vietnam wil even en ook bij, hoe heet het, bij onder 23 is hij daar ook. Ja. Dus er zit ook veel. En ja, dan heb je natuurlijk ook jongens zoals Eggy en Vietnam. Daar kan ik ook van genieten, weet je wel. Echte voetballers die tussen linies willen spelen, ook een actie in huis hebben, weet je wel. Sporen vermogen ook. Dus ja, maar ik kan de hele tijd doorgaan, weet je wel. Ik kan zeggen, als naar wie? Oké, als naar wie? Dat is een van de oudere jongens eigenlijk. 24. Ja. En hij speelt ook sporting in Indonesië. Even kijken. Ik vond Mando ook echt heel goed. Echt een goede keeper. Ja, echt een goede keeper ook. Even kijken, ja. Wat ik al zei, ik kan zoveel jongens opnoemen, maar dat zijn de eerste jongens die zeg maar dan bij mij naar boven komen. En ik moet ook zeggen, Arhan, hij speelt dan niet in Indonesië, maar
Die ingooi van hem Die is ingooi, echt niet hè? normaal. Niet normaal. Ja. Ik wist dat, want ik heb natuurlijk al die andere wedstrijden ook al gekeken. Ja. Oh, maar nou ja, AC Cup en die andere wedstrijden. Ja, toen zag ik ook van. Maar lijkt het veld nou zo klein? Weet je wel? Hij gooit die bal echt gewoon. Hij kan zo in de goal gooien, gewoon zonder stuit. Ja. Dus ik dacht van, dat is echt een wapen. En toen kwam hij de eerste wedstrijd, kwam hij erin en toen gooide hij die bal. Dat was volgens mij de eerste. Ja. Volgens mij had je De hem eerste. een klein beetje ook aangeraakt, of niet? Ja, ik verlengde het een beetje. Ja, Want Rido, hij gooide die bal. Want ik wist al natuurlijk dat hij ver kon gooien. Dus die ja. bal komt daar zo. Ja. Echt ver. Toen sprong Rido omhoog en toen was ik net iets daarachter. Ja. En toen schaamde ik een beetje. Ja, heel klein beetje. En toen, via die tegenstander kwam hij opeens voor eigen. En toen kon hij zo vrij schieten. Dus toen dacht ik wel van, toch. Weet je, je hebt het wel gezien op tv dat hij ver kan gooien, maar. Ik heb nog nooit met iemand samengespeeld die die bal zo ver kan gooien. Ja. Hij gooit hem echt. In het echt is het anders, hè? Heel ver. Ja, maar dat is echt een kwaliteit. Tuurlijk is het leuk om naar te kijken, weet je wel. En dat durf ik niet zeggen, maar hij zal er vast ook wel aan gewerkt hebben en nog getraind hebben. Maar dat is echt een wapen dat je dan hebt. Weet je, die kan bij elke ingooi eigenlijk op de helft van de tegenstander. Dan heb je eigenlijk gewoon een soort pijn gehad. Ja, Weet je, en dan kan je de bal gewoon erin gooien. En ik denk ook wel dat we wat lengte hebben. Dus ja, dat is echt een wapen. van de supporters misschien van Indonesië. Kreeg je misschien cadeaus, veel cadeaus? Oh ja. Ja? Ja, ik heb wel een aantal cadeaus gehad en zo, ja. Ik heb ook meegenomen zelfs. Ik weet even niet wat ze liggen hier. Maar ik had ze ook allemaal meegenomen. Oké. Maar het is echt super lief, weet je, ook met briefjes erbij. Ja, of het nou. Ik had ook een shirt gekregen bijvoorbeeld, of een zonnebril, of chocola. Ja, Weet je wel, ja. zo. Ik had ook een hele mooie tekening gekregen. Ja, dat is natuurlijk mooi, weet je, dat je die liefde dan krijgt. En Ja, dat het dan zo ook uitkomt. Maar ik moet wel zeggen, dat is niks vergeleken met Rafael. Want die man, die kreeg elke dag, ik denk op het moment dat hij naar beneden liep in het hotel, kreeg hij denk ik 20 tasjes in zijn hand geduwd. Weet je? Dus dat is echt mooi om te zien. Daar plagen we ook hem soms bij, weet je wel, dan liggen die jongens. Maar dat is echt mooi om te zien, weet je wel, wat ik al zei, dat hij dan die support en liefde ja. krijgt. Dat mensen bijvoorbeeld ook op je wachten in het hotel of na de training. Weet je, dat ze dan echt speciaal op ons wachten. Ik heb ook mensen ontmoet die wachten daar gewoon uren. Weet je wel, om dan met ons bijvoorbeeld op de foto te kunnen of handtekening te krijgen of wat het dan ook is. Dus ja, ik vind het dan ook belangrijk om naar al die mensen toe te gaan, weet je wel. Alleen, ja, soms moet ik ook wel, bijvoorbeeld op de wedstrijddag. Toen liepen we naar beneden. Want er zit al een hotel en dan komen we beneden. En toen waren er al heel veel mensen. En dan is het meer van, dan zitten we in die wedstrijd focus. Weet je, en als wij spreken, staan er al 100 mensen. En als we die allemaal één voor één weer langs moeten gaan, weet je, dat is dan lastig. Ik zit ook tijdsgebonden, weet je wel, die bus wacht op jou, je moet naar het stadion. Ja, Dus ja, dat probeer je dan na de wedstrijd te doen, weet je. Dus ja, dat vind ik wel belangrijk. en daarna, volgens mij veel spelers waren ziek, of niet? Veel spelers. Zo, ja, na die eerste wedstrijd waren heel veel spelers ziek. Ja. Alle keepers, dat sowieso. Die zijn allemaal ziek geweest. Oké. Ik weet niet of het allemaal naar buiten is gekomen. Maar die keepers zijn sowieso ziek geweest. Andere jongens zijn ook ziek geweest. En in Vietnam op een gegeven moment, toen dat aankwam, hadden we helemaal niet zo'n hele grote selectie zoals we eerst hadden. Ik denk sowieso meer dan 5 jongens waren echt ziek. Ja. Ik weet niet meer precies hoeveel. Misschien 5 of 10 jongens. Maar echt ziek, weet je wel. Maar ja, we hadden over een paar dagen die wedstrijd. Dus Ja. ik was echt nog even kijken, hoe gaan we dat doen? Maar uiteindelijk waren meerdere jongens alweer beter. Dus ja, dat was fijn gelukkig. Ja, bij je tweede wedstrijd in Vietnam, daar heb je je eerste doelpunt kunnen maken. Hoe voelde dat? Ja, man. Ja, ik moet zeggen, op dat moment was het echt onwerkelijk. Omdat, ja, je maakt die goal dan,
Maar dan denk je er niet echt over na. Zo van, oh wauw, weet je, dit is toch mijn eerste goal voor Indonesië. Ja. Maar toen ik daarna denk je wel van, wauw, weet je. En dan in mijn tweede wedstrijd al mijn eerste goal te maken. Ja, daar was ik echt heel blij mee. Ja, maar in het moment zelf, ik wil zeggen in de 9e minuut of zo scoorde ik. Dus ja, ik kan niet te veel, weet je wel, alleen maar denken van, oh ja, ik heb gescoord. Ik moet nog 80 minuten gewoon voetballen. Klopt. Dus dan zit je gewoon in die focus, weet je waar ik al eerder over had. Dus je gewoon in die focus van, oké, de wedstrijd spelen, de wedstrijd afmaken. En dan daarin kunnen we wel juichen van, oké, de eerste goal gescoord en gewonnen. Ja, weet je. Ja. Maar ja, achteraf is het natuurlijk wel echt van, daar heb je over gedroomd. Weet je wel, daar heb ik echt gewoon over gedroomd. En ik had ook een interview gehad in, een tijdje geleden, volgens mij was dat in december. En toen sprak ik ook over van, oké, ja, toen vroeg ze mij wel weer, wat hoop je te bereiken met nationale elftal, et cetera, voor jezelf. Zeker van ja, natuurlijk mijn eerste minuten maken, weet je wat, trainen met de jongens ten eerste, de eerste minuten maken, eerste goal maken, weet je wel, dat zijn dan dingen waar je over dromen. Ja, dat is dan ook echt mooi, ja. Dat er dan ook uitkomt. En vond je het een mooie goal? Ja, ten eerste was het echt perfecte bal. Ja. Echt. Ook zo hadden we nog getraind en ik was ook echt helemaal vrij. Zoals, het was echt bij die rand van de 16, hè? Daar zo. Het ook ja, wel meer gewoon. Precies zoals we hadden getraind. Ja. Ja, we wisten dat daar wat ruimte kon zijn als die andere jongens een paar spinnen blokten. En ja, ik was echt helemaal vrij. Er was wel één speler die was nog net voor me en ik dacht dat hij hem ook ging springen. Maar uiteindelijk kon hij niet meer bij die bal volgens mij springen. Kon ik er zo binnenknikken, gelukkig. Ik zag hem ook live. Ja, ik zag hem niet live in de stadion, maar ik zag hem live, zeg maar. Ik keek hem via mijn tv. Dus het was een mooie goal, vond ik hoor. Mooie goal. Na de WK-kwalificatie was je genomineerd als een van de beste spelers. Ja, dat heb ik gezien. Nee, ik heb daar niks over gehoord of zo. Ik had wel een tussenstand gezien toen de tijden. En dat was volgens mij dat ik al 50% van de stemmen had. Maar ik heb niks gehoord of gezien van. Ja. Ik denk niet dat ze daar een speciale uitreiking voor hebben of zo. Maar het is natuurlijk mooi, weet je wel, dat je dan gezien wordt door andere mensen ook. En de volgende wedstrijd is in juni, toch? In juni, als dat is. Tegen. Ja, 6 en Ethiopië. Tegen Irak. En Ethiopië. Wat is je doel voor op die wedstrijd? Ons doel is natuurlijk om eerst of tweede te worden, dat je dan door kan gaan naar de volgende ronde. Dat is natuurlijk het doel. En ja, als je echt gaat kijken wat we dan moeten doen. Kijk, uit mijn hoofd hebben we 4 punten meer dan Vietnam. En volgens mij heeft Irak 5 punten meer dan ons. Dus ja, in theorie, één van die twee wedstrijden zou winnen. Dat is ook genoeg. Ja. Maar ja, alles gewoon in. Ik wil gewoon allebei de wedstrijden winnen. Ja. Weet je wel? Ja. Hetzelfde geldt misschien. Irak, stel je voor, we zouden winnen van Irak. En zij verliezen in de tweede wedstrijd. Wordt zo opeens eerst. Je weet het niet. Weet je, je kan het nooit zeggen. Ja. Maar ons doel is denk ik dat ik voor iedereen spreek. Natuurlijk gewoon om die volgende rol te halen. We willen natuurlijk elke wedstrijd winnen. Zeker man. Ik hoop ook dat jullie. Ik ben ook positief dat jullie die kunnen winnen allebei hoor. Ja, ik ook zeker thuis. Ik speel 2 keer thuis ook, weet je wel, dat is ook echt een voordeel. Ja. Volgens mij komen ook nog andere jongens. Komen ook die genaturaliseerd gaan worden, denk ik ook. Dus komen meer wapens in Indonesië. Ja, meer wapens. Mooi gezegd. Ja. Ja, het is maar nog te zien of dat allemaal dan ook geregeld is, weet je. Het is toch echt altijd even afwachten. Dus ja, we gaan het zien. Is goed, man. En heb je misschien nog iets dat je aan de kijkers wilt vertellen?
wat zou ik willen vertellen? Ja, natuurlijk heel erg bedankt voor alle steun en alle liefde die ik altijd krijg op social media. Natuurlijk ook in het echt, in die tijd dat ik daar geweest ben vorige maand. Ik heb dat echt gevoeld en ik wil dat ik voor alle andere jongens spreek die, ja, die ook voor het nationale team spreken. En ook voor de jongens die natuurlijk als eerst voor de eerste keer daar waren, net zoals ik. Dat het echt speciaal was en echt zo mooi om te zien dat je, wat ik al zei, dat je die steun krijgt. En ja, dan krijgen we allemaal heel veel motivatie van, weet je. En dan wil je nog meer geven, weet je wel, toch. Om iets terug te doen voor al die mensen en voor heel het land. Dus ja, wat jullie ons geven, zeg maar, dat proberen wij terug te laten komen in het veld. Dus ja, dank jullie wel daarvoor. Mooi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ja. Ik heb alle vragen gewoon kunnen stellen, man. Thanks voor de tijd. Ja, geen probleem, man. Dank u wel. Ga je naar de wedstrijd komen of niet in Jakarta? Ik hoop dat ik daar wel kan zijn om de wedstrijd te kijken. Want ik wou de vorige tegen Vietnam thuis wou ik kijken. Maar toen had ik training, dus ik kon helaas niet komen. En het was op de 21ste, dat was mijn verjaardag, dus ik had ook een diner met familie en zo. Dus, wat was jouw verjaardag? 21ste? Ja. Oh, nog gefeliciteerd. Thanks man, thanks. Kon maar het zou wel leuk zijn. Kijken. Ja. Hoe heet het? Face-to-face meeten en ook met die andere jongens natuurlijk. Zeker. Ik hoop dat ik daar kan zijn. Als ik daar ben, dan ga ik je zeker spreken. Ja, dan laat ik je ook weten. Ja, dan laat ik je weten. Zeker. Is goed, man, bro. Oké, bro. Spreken later? Ja, zeker. Geen probleem. Wanneer komt die online dan? Wanneer kan je hem online zetten? Dag. Ik update je, zeg maar, als die online komt. Ja. Ik moet gewoon taggen en zo, dan weet ik dat kan ik het delen. Zeker. Thanks man. Thanks. Is goed man. Fijne dag. Groetjes vanuit Indonesië. Thanks man. Doei. Oké guys, itulah obriku bersama Jay. Semoga kalian bisa mengenal dia lebih baik lagi. Dan semoga kalian suka dengan obriku kali ini. Jangan lupa komen di bawah gimana pendapat kalian buat obrik kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And I see you in the next Aubrey. Peace.